We zijn helemaal via de andere kant gekomen. En we moeten nu, dat is de entree van het monastery. Even kijken waar we nu staan. We zijn helemaal van de oostzijde gekomen. Dus helemaal onder maat. En we gaan hier nog een beetje omheen lopen. Wat was dit? Vanaf dat we weggingen, was het volgens mij zo anderhalf uur kostte dit om hier te komen, lopend. We hebben heel veel gerust. We hebben een beetje tempo aangehouden, wat de groep aan kan gaan houden. Dat is een stuk rocky. Dat is echt gepad, dan kom je eigenlijk twee gebouwtjes in het verte tussendoor en dan loop je hier dit pad af. Dan heb je hier een opening aan de westzijde. Ja? Hallo. Dan heb je daar een resort. We gaan nu weer een pad af. Gaan we even afsnijden richting het hotel. Ze laten hier ook allerlei troep altijd achter, dus het is een beetje hetzelfde als wat we toen hadden in Guilin area. Dus het is rechts van het pad. Daar zou dus ook een ingang kunnen zijn waar we naar binnen zouden kunnen gaan. Ze gaan daar dus in het midden. Dit is dus nog een tempel bouwen. Die hebben ze afgebroken waarschijnlijk. Dat is aan het aantal materialen te zien wat al op de grond lag. En dan willen ze, die wordt dus nog een stukje groter. Dus eigenlijk de basis, dat rode gedeelte. Of eigenlijk het terracotta-achtige kleur. Die komt dan even hoog als, als het goud of als het bladgoud. Dus hij komt er echt een stuk bovenuit. Volgens mij aan de rechterkant wilden ze dat ook doen, maar zijn ze gestopt. En het regent nu eigenlijk een klein beetje, dus het is eigenlijk de hele dag aan het druppelen. Dus het valt allemaal wel mee. En daar dus in het midden hebben ze het allemaal egaal gemaakt.